Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met een video dus rond de energie van de nieuwe maan in Steenbok en dit op 11 januari. En ik heb dus drie boodschappen voor jullie getrokken. Dus boodschappen voor deze nieuwe maan in Steenbok. En dat heb ik gedaan uit dit deck, Manifesteren met de maan van Jasmine Boland. En de eerste kaart die ik kreeg is deze, het laatste kwartier in vissen. Praat minder en voel meer. Dus deze kaart heeft als boodschap dat je waarschijnlijk begonnen bent al met een aantal projecten of dat je bepaalde dingen gestart bent. Maar dat je dan soms plots het gevoel hebt dat je er niet meer vooruit geraakt. Het voelt dan plots alsof je stilstaat, alsof je er geen zin meer hebt. Dus met als gevolg dat je deze projecten dus niet afmaakt. En dan wordt er van je gevraagd om dus minder te praten of te denken, maar om dus meer te gaan voelen. Dus om te gaan voelen in jezelf. Waarom je dus deze projecten of deze taken niet afmaakt? Waarom doe je dat niet? Is het omdat je misschien niet in jezelf gelooft? Of omdat je misschien moe bent of vermoeid bent en dus beter voor jezelf mag zorgen, zodat je meer energie hebt? Of misschien is het ook omdat dat niet meer bij je past, hetgeen wat je aan het doen bent. Dus ga eens voelen van binnen, dus of het echt wel nog bij je past ook. En is dat niet zo, dan is dat geen drama. Dan is het een teken dat er iets anders op je wacht. Maar kijk eens waar dit vandaan komt en hoe het komt dat jij dus je projecten of je doelen eigenlijk niet nastreeft. Dus stel jezelf eens deze vraag. De tweede boodschap is de volle maan in Leeuw. Go wild. Dus wees wild. Je ziet hier ook een leeuw die aan het brullen is. Hier wordt gezegd dat je dus de neiging hebt om bepaalde dingen te gaan controleren of te sturen. Wat je hier ook deed met, wat ze hier ook bedoelen, bedoel ik met praat minder en voel meer. Dus misschien zit je heel veel in je hoofd of praat je veel over wat je wilt gaan doen, maar komt het er niet van. En deze kaart met de volle maan in Leeuw zegt dat jij echt wel veel aan het plannen bent, dat je dingen wilt sturen, forceren, maar er wordt van je gevraagd om dit los te laten. Dus stop met te controleren, te sturen, te plannen en laat eens alles gebeuren zoals het hoort te zijn. Laat het eventjes los en ga voelen binnenin. Kijk wat er op je afkomt. Kijk welke kansen je worden aangeboden. En laat het gewoon los. Laat het gewoon zijn zoals het is. En er wordt ook van je gevraagd om, zoals er hier staat, go wild, beleef er plezier aan. Vergeet vooral niet van ervan te genieten. Want vaak ben je zodanig bezig met denken en met dingen te plannen, dat je eventjes het plezier niet meer voelt van het creëren. Dus geniet er vooral van. Wat je ook doet, geniet van wat je doet. Dat is echt heel belangrijk. En dan de derde boodschap is deze, de nieuwe maan in tweelingen. Dus denk erover na. Hier wordt er dus ook weer gevraagd om erover na te denken. Maar dat wordt er niet bedoeld. Er wordt bedoeld dat jij dus succes kunt bereiken. Jij kunt je doelen bereiken. Je zal ook veel succes oogsten. Maar er is een positieve mindset nodig. Je dient eerst voldoende vertrouwen te hebben. Te geloven in jezelf. En ook een positieve mindset te hebben. Als je voortdurend zegt van het zal niet lukken. Of ik ben niet goed genoeg. Of het is moeilijk. Of het is lastig. Of het kost me heel veel geld en energie. Dan ga je ook je doelen niet bereiken. En zul je ook geen succes ervaren. Het is belangrijk dat je dus
eerst en vooral erin vertrouwt of erop vertrouwt dat het je succes zal brengen. Dat je in jezelf gelooft dat je goed genoeg bent. En dat je dus ook een positieve mindset hebt over je project of over je doelen. Dus dat is heel belangrijk. Dus ga denken, ga voelen dus wat er echt bij je past. Laat het plannen, organiseren en forceren los. En laat alles gebeuren zoals het moet gebeuren. En beleef er ook plezier aan. En wees positief. Wees positief en heb een positieve mindset. Dus over jezelf en over je project. En je zult dus succes bereiken. Dat zijn dus de boodschappen voor de nieuwe maan in Steenbok. Steenbok staat ook voor ambities, doelen bereiken, je plaats in de maatschappij. Dus ja, dat past eigenlijk wel heel goed. Dus ja, het is nu het moment om te gaan voelen wat je echt wilt. Om mooie kansen op je af te laten komen zonder dat jij alles stuurt. En ook positief te zijn. Dat is heel, heel, heel belangrijk. Zo. Dit waren de boodschappen voor de nieuwe maan in Steenbok voor jullie. Ik wens jullie alvast een hele fijne dag toe en bedankt voor het kijken. Daag!